Ja, we gaan beginnen. Welkom allemaal. Fijn dat u in zulke grote getalen bent gekomen. Bij dit middagprogramma bij de expositie Nature Rewired van Christian Zwaneke. Dit is een samenwerking van Museum het Valkhof en het Zoeterbeek-programma. Mijn naam is Lisa Doeland. Ik ben programmamaker bij het Zoeterbeek-programma. En ik zal na de introductie van Frank van der Schoor en de lezing van Pieter Lemmens zo een kort gesprekje met hen leiden. En vooral ook tussen hen en tussen de zaal. Want we willen u graag ruim de tijd geven om vragen te stellen. Ja, wat is Nature Rewired? Wat is deze herbedrade of geherprogrammeerde natuur van Zwaneke? Dat is eigenlijk de vraag die vanmiddag centraal staat. Daar gaat Pieter Lemmens, techniekfilosoof en verbonden aan de Radboud Universiteit, een lezing over geven. Hij zal het hebben over mens, natuur en techniek en de verhouding daartussen. Hij is natuurlijk filosoof, techniekfilosoof, dus hij heeft de expositie van Zwaneke en het werk van Zwaneke als inspiratie gebruikt en zal in algemenere zin iets over de relatie dus tussen mens, natuur of mens, dier, verkeerd en techniek zeggen. Maar eerst een introductie op deze expositie en op de kunstenaar Zwaneke door Frank van der Schoor. Hij is conservator moderne kunst bij Museum het Valkhof. Dus daar zou ik graag mee willen beginnen. Dus een inleiding, dan een lezing. De inleiding duurt ongeveer 20 minuten, een lezing van ongeveer 3 kwartier. En daarna zou ik een half uur, misschien iets langer, dat hangt een beetje af van hoeveel vragen u heeft, willen nemen nog voor een gesprek. Dan gaan we weer met z'n drieën zitten. Maar graag dus eerst een hartelijk applaus voor Frank van der Schoor. Welkom ook namens het museum. En ik wil u graag vertellen over de wereld, de denkbeelden van Christian Zwaneke. Maar vooral ook vind ik het leuk om u iets te vertellen over hoe het zo gekomen is. Want alweer heel veel jaren volg ik het werk als conservator van Christian Zwaneke en de ontwikkelingen die hij doormaakt in zijn werk. En daar valt toch wel het een en ander over te zeggen. Maar het is zo in ieder geval dat we 2 jaar geleden het plan hebben opgevat om een grote show of tentoonstelling te maken met veel werk, groter dan Christian ooit gefabriceerd en samengesteld had. En ik moet bijzeggen dat we in die voorbereidingsfase heel intensief naar het werk hebben gekeken, hoe we het zouden opbouwen, welke plek het zou krijgen, welke uitstraling, voorzien van al dan niet filmbeelden en dergelijke. Maar toen we begonnen met de voorbereiding van de tentoonstelling, ongeveer 2 weken voor de opening, toen had ik de merkwaardige ervaring dat als curator van de tentoonstelling, dat was me nog nooit overkomen, ik stond erbij en ik keek ernaar. Want zeker met het positioneren van schilderijen, tekeningen, je kunt zich dat voorstellen, en vooral ook met beelden die op een sokkel moeten worden gehezen, dat je gewoon altijd in je enthousiasme stand-by bent en vaak ook meehelpt aan de opstelling, de inrichting. Maar bij het werk van Christian Zwaneke, daar kwamen pakketten en kisten en gereedschappen en alles kwam binnen wat voor mij volstrekt onoverzichtelijk was. En eigenlijk moet ik zeggen voor het hele museum, want dat duurde tot eigenlijk een dag voor de opening, dat je gewoon zag dat de laatste hand eraan gelegd wordt en dat de computers gingen praten. Nou, wat dat betreft was het dus bijzonder om een kunstenaar mee te maken die als het ware road manager is van zijn eigen werk, maar ook de installateur en de programmeur van zijn werk. Christian Zwaneke maakt al meer dan 20 jaar machines. Machinesculpturen, kinetische sculpturen, dus bewegende sculpturen. En dat is best wel bijzonder in die kunsthistorische dat panorama wat je hebt. Aan de ene kant zijn er veel kunstenaars die werken op basis van intuïtie, van emotie, van ervaringen, associaties, allemaal die gevoelszaken die in de kunst belangrijk zijn. Maar bij Christian is, dat zie je natuurlijk toch al langer sinds de Renaissance, dat die inventio, het idee wat je als kunstenaar ontwikkelt, creëert, daar moet je een vorm voor vinden, daar moet je je materialen bij ontwikkelen, daar moet je je technieken voor in gang zetten. En je moet je voorstellen dat dat begint natuurlijk met een thema, een voorstelling. En bij Christian zijn dat vaak dierfiguren, skeletten die hij vindt in zijn omgeving, in zijn woon- en werkomgeving in Zuidoost-Portugal.
in Mertula. En dat is een vrij ruig gebied waar hij met zijn broer en zijn moeder overwegend woont. En daar ook rondloopt. Er zijn kopermijnen geweest vroeger. En je ziet daar in die natuur veel dieren die het niet gehaald hebben. Of die zijn verdroogd of misschien uit ouderdom. Maar je komt daar van alles organisch materiaal tegen. En hij verzamelt dat en hij gebruikt dat in zijn werk. En dat is natuurlijk het centrale motief dat hij gebruikt. En tegelijkertijd moet je daar een vorm voor vinden. Want Christian is natuurlijk toch een beeldend kunstenaar, laten we dat vooral ook vaststellen. Hij heeft een opleiding gehad aan de Rietveld Academie als beeldend kunstenaar. En daar nog aan de vervolgopleiding bij de ateliers als post-academiale opleiding. En dat zijn al de meer getalenteerde kunstenaars die daar opvallen. En die de gelegenheid krijgen zich na een opleiding nog een paar jaar te verdiepen met hun werk. Dus hij komt helemaal uit die kring, het milieu van de beeldende kunst. Maar heeft zich door zijn machines en door zijn beweging in de machines natuurlijk op een hele aparte manier ontwikkeld. En dan zie je dat die beelden ontstaan, die manipuleert hij, die construeert hij. En op een gegeven moment dan staat er een beeld, maar dan moet het nog gaan bewegen. En het is natuurlijk ook de constructie, de verbindingen, de overbrenging van beweging en techniek is dan cruciaal, heel belangrijk. En dat is ook alles zichtbaar, dus je moet voortdurend de vormgevende kant in de gaten houden. En dat is weer een ontwikkeling ten opzichte van een paar jaar geleden, dat computers erbij zijn gekomen, computerprogrammering. Het is namelijk zo, een paar jaar geleden heb ik zijn werk ook gezien, en dan zag je beelden bewegen met een servomotortje of een kleine elektronisch aangestuurde technieken. Maar er komt tegenwoordig een interactieve factor bij. En met name bij het grote dier wat in de kleine middenzaal staat, die exoskeletal. Daar kan je ook zien als je als het ware een beweging maakt naar het beeld. En ik doe het soms voor kinderen wel eens, alsof ik iets te eten geef in mijn hand. En met enig geluk komt hij dan ook richting je hand. Dus dat is een merkwaardig idee dat zo'n mechanisch iets, dat hij zich gedraagt en op jou reageert als je in de dierentuin zou kunnen tegenkomen. Dus het is die interactiviteit. Dat we werken op sensoren en jij bent natuurlijk daar op een gegeven moment als toeschouwer. Je komt voorbij en je komt in de zone van die sensoren en dan gaat het beeld gaat op jou reageren. En dat is natuurlijk een heel apart gegeven in de beeldhouwkunst. Even heel kort, Christian Zwaneke is een kunstenaar zoals we in het museum met Valkhof meer hebben gehad. En ik vind met name heel interessant kunstenaars die een eigen wereld creëren. Die een soort universum maken met hun werk. En waar je als bezoeker intreedt en je toe verhoudt. En vaak ook met een vraagteken binnenloopt en met een glimlach uitloopt. Denk ook aan het werk van de Vlaamse kunstenaar Koen van Mechelen. Met zijn Cosmopolitan Chicken project. Om de kippen van de aarde te kruisen en op die manier bij een oerkip uit te komen. En dat idee, een hybride kip laten ontstaan van alle culturen, van alle landen en van alle kipgeneraties die er geweest zijn. En dat heeft indruk gemaakt. Dus tot in de Verenigde Naties toe is dat gepresenteerd met projecten en met installaties. En dat was hier ook heel mooi vertegenwoordigd in de tentoonstelling. We hebben ook tentoonstellingen gehad met werk van Jan Fabre en Panamarenko. En ik moet zeggen dat de Belgen daar toch over het algemeen verder in zijn. Die staan open voor het vrije denken en het vrije vormgeven. En in Nederland zie je dat dat vaak via de weg van strategieën en principiële vormgevende uitgangspunten verloopt. En dat is toch, daar komt het Nederlands kunst heel diep mee. Maar juist die absolute vrijheid van de Belgen, dat is een terrein wat in Nederland niet zo vaak voorkomt. Christian Zwaneke is internationaal, dat wil ik ook even benadrukken, inmiddels ver gekomen. Hij heeft mede door de film van Jared Alterman, die ook in de tentoonstelling te zien is. En Jared Alterman heeft Christian en zijn familieleden gefilmd op het klooster. Hoe de werken tot stand komen en vooral ook de associaties bij het werk komen er heel mooi tot uitdrukking. En die film is vertoond op vele filmfestivals in Toronto, in Schotland, New York. En was ook het hoofdnummer van het internationale Kinetic Festival in Albuquerque, in New Mexico. En er zijn ook allemaal beelden van te vinden op internet. En ik moet zeggen dat hij in het buitenland een geliefd kunstenaar is. Juist omdat hij het idee van die kinetische, die bewegende concepten, dat hij dat ook in die beelden zo mooi tot uitdrukking, zo sprekend tot uitdrukking brengt. Beweging en choreografie, dat zijn twee steekwoorden die
voor zijn werk heel belangrijk zijn. Dus het is echt van het plastische is het domein van de beeldhouwer, van de kunstenaar, naar het kinetische, dat is de beweging, de interactie, de beelden die je ook op film tegenkomt. En die bewegingen zijn suggestief en levensecht. En er zit natuurlijk een grote kennis en studie ook van de dierwereld en ter plekke in Portugal, maar dat is zijn leven lang is dat zijn oriëntatiepunt geweest. Om die subtiele bewegingen, dat kun je in de tentoonstelling voortdurend tegenkomen, van dieren om die te bestuderen en een plek in vorm te geven in zijn werk. En nou, dat is ook het mooie dat die apparaten dan de beelden van Christian een intermediair zijn tussen de motoriek van de mensen en de dieren. En dat het bij mensen gelijk bekend voorkomt en wat dat betreft dat mensen daar een binding mee voelen. En je gaat met verwondering kijken, wat zie ik hier, wat herken ik hier. Ja, ik denk dat je dan ook ervaart dat je veel gedragsmotoriek, dat je hier eigenlijk onderbewust daar kennis van hebt. En door zo'n kunstwerk dat je daar een soort opening en verstandhouding mee krijgt. De kinetische kunst is, ik ga er maar heel kort op in, maar is natuurlijk een traditie die sinds de Tweede Wereldoorlog belangrijk is geweest in de westerse kunst. En iedereen kent de beelden van Tang Lee. Dat zijn hele woeste, veel geluid producerende burleske machines. Die blijkbaar met iets bezig zijn, bewegen zonder enig doel of zonder dat er iets, een betekenis, een ondergrondelijke betekenis achter zit. Maar het is zeer indrukwekkend en zeer dynamisch om daarna te kijken. Maar bij Tang Lee is het altijd de factor ook van destructie, van zelfdestructie. Want de musea doen altijd hun best om die dure beelden van Tang Lee in prima conditie te houden. Maar Tang Lee heeft ook in de woestijnen van Amerika heel veel van die machines laten ontploffen en in brand gestoken. En het mooiste ideaal van Tang Lee was altijd dat die familie of die machines door eigen oververhitting dus zelf in brand zouden gaan. En dan hebben ze hun ultieme beweging zichtbaar gemaakt om vervolgens dan in vlammen op te gaan. Een andere kunstenares die in Duitsland bekend is geworden met bewegende beelden is Rebecca Horn. En dat is weer heel, dat is een van de leerlingen van Joseph Beuys. En Joseph Beuys was natuurlijk een bron voor vele, als inspiratiebron voor vele leerlingen. En Rebecca Horn heeft die beweging, maar vaak met hele mooie technieken, roestvrij staal, aluminium. Heel mooi verbonden, heel subtiel heeft ze daar ook die emotionele factor mee tot uitdrukking gebracht. En dat is meer een soort minimalistische, repetitieve vorm van kinetische kunst. Dus je ziet in allerlei vormen keert dat terug. Maar voor Christian Zwanek is een hele belangrijke motivatiefactor ook het beroep dat zijn moeder had in de jaren 60 en 70. Want zijn moeder was balletdanseres bij het Nationale Ballet. En ze heeft ook als voordanser Zwanemeer gedanst. En ja, ook in de film verklaart Geraldine Zwaneke dat ze zei op een gegeven moment, als je dat tientallen keer gedaan hebt, dan is voor mij de spanning voorbij. Dan is het een fysieke oefening geworden, maar dan zit er geen emotie en beleving meer in. En ze is toen voor zichzelf en haar eigen gezelschap begonnen in Den Haag in de jaren 70. En dan moet je denken aan het danswerk van Trisha Brown en Merce Cunningham. En op muziek van John Cage. Dat was heel de New York scene die met dansvernieuwing bezig was. En in Duitsland is dat op een gegeven moment ook in Wuppertal verder gegaan. Maar dat is een manier van dansen. En ja, achteraf denk je dan, Christian en zijn broer waren natuurlijk jong en hebben dat van hun moeder gezien. En dat heeft, dat is beklijfd en dat heeft hun geïnspireerd om mee te nemen in de rest van hun leven. En zijn vader was fotograaf, een Hollandse fotograaf. En ze zijn uiteindelijk na lange omzwervingen door de Zuid-Europese landen in Zuid-Portugal terechtgekomen, waar ze dus dat convento, het klooster, helemaal hebben opgeknapt en omgebouwd tot een artist in residence en de atelierruimtes voor Christian Zwaneke. Dus die beweging, die choreografie om het zo te noemen, van zijn moeder is heel bepalend in zijn werk geweest. Dan, ik denk dat ik nog even de tijd heb om u te vertellen over een meer conceptueel idee van Christian Zwaneke. Want hij beleeft natuurlijk heel veel plezier aan het vervaardigen. Het is een heel complex proces. En uiteindelijk als het alles is aangesloten en het werkt en in beweging komt, dan is het ook zeer indrukwekkend. Maar voor Christian is zijn beleving van de evolutie, zeg maar zijn
visie op de ontstaansgeschiedenis van de mensheid is daar heel belangrijk bij. En daar wil ik u graag iets over voorlezen. Cybernetica. Cybernetica staat voor de fysieke samensmelting tussen mens en machine. Het lichaam van mens en dier, en dan met name het skelet, wordt verrijkt met of vervangen door elektronica of mechanische onderdelen. De oorspronkelijke onaangetaste natuur is essentieel voor het welzijn en de toekomst van de mens. Dit gegeven staat centraal in de bewegende beelden van Christian Zwaneke. Als kunstenaar tracht hij het natuurlijke systeem te doorgronden. Hij laat vogels met elkaar wedijveren, honden accelereren op een racebaan, vleermuizen vliegen in formatie en hij bouwt zijn eigen pulserende levende aarde. De toeschouwer is als het ware getuige van de moeizame en hachelijke schepping van de aarde. Dieren komen in gesloten systemen in beweging. Evolutie. De evolutie is een continu proces van het leven op aarde, waarin mens, plant en dier de hoofdrol spelen, maar waaraan ze tegelijk ook zijn onderworpen. In deze ontwikkelingsgang blijkt de mens steeds meer het heft in handen te nemen, met inzet van krachtige computers, machines, robots, kortom de moderne technologie. De informatietechnologie van de 21ste eeuw is bepalend voor de evolutie van de mensheid. Een supermens manifesteert zich met sublieme kennis van biologische en chemische processen. Hij wil zelf het grote plan bepalen, een programma ontwikkelen voor de toekomst van de aarde, waarmee maximale vooruitgang kan worden geboekt. Mensen willen zelf hun meesterwerk scheppen, waarbij een mechanisch wereldbeeld met gigantische machines opdoemt. Maar tegelijk is technologie een tweesnijdend zwaard. In het vooruitgangsstreven wordt al te snel voorbij gegaan aan het basisgegeven dat mens en dier op elkaar zijn aangewezen, in wederzijdse harmonie verder moeten. Put your hands together, zegt men dan in Amerika. Christian Zwaneke is een betrokken kunstenaar. In zijn beeldend research onderzoekt hij de essentie van het leven, hoe dieren en planten een bewustzijn hebben. Hij verdiept zich in de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn eigen evolutie. Ook kijkt hij kritisch naar de mensheid die in zijn welvaartsdrang de techniek gebruikt om steeds verder te komen, maar zichzelf onderweg verliest en daarbij vooruitgaat aan het bestaansrecht, voorbijgaat aan het bestaansrecht van alle levende wezens. De mens dreigt voeling met en verstandhouding tot de natuur kwijt te raken. En ja, het is misschien een complex gegeven, maar dat is toch wel heel bepalend in het denken van Christian Zwaneke, dat die technologie op gespannen voet komt te staan met principes van de evolutie. En tegelijkertijd moet je dan vaststellen dat hij die technologie, waar hij dus zijn kanttekeningen bij plaatst, misschien zelfs onverholen kritiek op uit, dat hij die ook gebruikt in zijn eigen werk. Maar hij verbindt dat dus, die dualiteit, met een boodschap. En ik denk dat je dat ook wel voelt in die machines. Het zijn geen dieren en geen machines die alleen maar vreugde en plezier uitstralen. Je voelt ook een soort dramatiek emotie in die beelden. En ik denk dat dat heel belangrijk is en bij de toeschouwers ook iets op gang brengt, waardoor ze in het wezen van het werk van Christian Zwaneke terechtkomen. Hier wilde ik het even bij laten. Ik ga u iets vertellen over mens, dier en techniek. Niet zozeer over de vraag of de bewering die in de advertentie van deze bijeenkomst stond. Natuur en techniek meer in elkaars verlengde liggen dan we wel denken. Ik ga het hebben over mens, dier en machine en het raadsel van de wereld. En ik begin bij Heidegger. In een opmerkelijke collegereeks gehouden aan de Universiteit van Freiburg in 1930, 3 jaar na het verschijnen van zijn magnum opus Sein und Zeit, komt de Duitse filosoof Martin Heidegger uitvoerig te spreken over dieren. En meer precies over de wereld van dieren. Deze colleges zijn uniek omdat Heidegger op enkele verspreide opmerkingen na eigenlijk nooit over dieren sprak. En als filosoof ook niet in dieren geïnteresseerd was. Heideggers interesse gold de mens. En dan eigenlijk ook alleen nog de mens voor zover dit het zijnde was. Het enige zijnde volgens hem. Dat het zijn kon verstaan. Of waaraan het zijn zich openbaarde. De mens als er zijn. Als daar zijn, als een plek waar het zijn zich manifesteerde. Want dat was de grote vraag van Heideggers denken, zoals iedere filosoof weet. De vraag naar het zijn. De vraag naar de zin en de betekenis daarvan.
Maar het überhaupt kunnen stellen van die vraag veronderstelde allereerst inzicht in de zijnswijze van de steller van die vraag. De mens voor wie het zijn een vraag was. Of voor wie het zijn een vraag zou moeten zijn, want wat Heidegger in zijn tijd constateerde was dat niemand die vraag naar het zijn nog stelde. Ook en misschien wel vooral filosofen niet, die volgens Heidegger toch bij uitstek diegenen waren die de vraag naar het zijn en wel expliciet zouden moeten stellen. De filosofie en in haar kielzog de hele westerse cultuur, en volgens Heidegger zijn het filosofen die de basis leggen voor de cultuur, bevond zich in een toestand van zijnsvergetelheid. En dat betekende in de ogen van Heidegger feitelijk dat de mens zijn hoogst eigen wezen vergeten was. Wat er immers in bestond, open te staan naar en aangesproken te worden door het zijn. En volgens Heidegger speelde de techniek in deze zijnsvergetelheid een belangrijke, zo niet alles bepalende rol. Maar daar kom ik straks nog op terug. Anders dan het dier is de mens in staat de dingen om hem heen te begrijpen, of niet te begrijpen. Een betekenis aan te geven of volstrekt radeloos te staan tegenover de betekenis ervan. Anders dan het dier is de mens in staat de dingen te onderzoeken en te ondervragen, te beschouwen of aan experimenten te onderwerpen, het wezen en de waarheid ervan te bepalen, de oorsprong en de bestemming ervan te peilen. Anders dan het dier stelt de mens de vraag naar de zin van het leven, van de wereld, van de hele kosmos, die vroeger nog ervaren werd als een schepping, of eerder nog als een grote oermoeder en vader, Gaia en Uranos in de Griekse mythologie. Anders dan het dier, aldus Heidegger, is de mens in staat het zijn van de zijnde te begrijpen. De mens staat in de openheid van het zijn en daarin onderscheidt hij zich van het dier, dat die wereldopenheid ontbeert, zoals hij zal stellen in de collegereeks waar ik zojuist over sprak. Met een woord dat in zijn tijd door meerdere denkers werd opgepakt om het bijzondere van de mens mee aan te duiden, maar dat in zijn denken een heel eigen betekenis krijgt, stelt Heidegger dat de mens gekenmerkt wordt door het hebben van wereld. De mens is een wezen dat in de wereld is. Daarmee bedoelde hij niet het banale gegeven dat mensen in de wereld voorkomen, dat doen ze weliswaar ook, net als alle andere zijnde. Maar wat Heidegger hiermee wilde zeggen is dat mensen bestaan op de wijze van het in de wereld zijn. Het is de zijnswijze van de mens om in de wereld te zijn. Met het bestaan van de mens wordt een wereld geopend. Ja, het bestaan van de mens is het bestaan van de wereld, die Heidegger als fenomenoloog trachtte te begrijpen als een horizon van waaruit de dingen zin en betekenis krijgen. Of als het licht van waaruit ze aan ons verschijnen, van waaruit ze zijn wat ze zijn en voor ons kunnen zijn. Wereld in die zin is geen ding, en ook niet het geheel van alle dingen, maar eerder de manier waarop de dingen aan ons verschijnen en van waaruit wij ze begrijpen en ons ertoe verhouden. Wereld in die zin bestaat slechts voor zover er mensen zijn. Ja, ze bestaat slechts als de wijze waarop wij mensen zijn. De wereld wereld, zoals Heidegger het op zijn onnavolgbare wijze uitdrukte. Wij zijn die wereld en die wereld is er dan ook maar zolang wij zijn. Als we sterven verdwijnt ze abrupt en als de hele mensheid zou uitsterven, dan zou daarmee ook de hele wereld in die zin verdwijnen. Wereld is een karakteristiek van de menselijke bestaanswijze. De mens heeft wereld, zo drukt Heidegger het ook vaak uit. En dat hebben van wereld is iets wat dieren nu juist niet hebben. Zo wilde Heidegger duidelijk maken in het eerder genoemde collegereeks over het dier, waar ik naar aanleiding van het bekijken van de expositie Nature Rewired van Christiaan Zwanneke hier in het Valkhof Museum onwillekeurig aan terug moest denken. Die expositie draait namelijk ook, voor een groot deel althans, zo lijkt mij, om de relatie tussen mens en dier. En vooral ook om het raadsel van het dierlijke bestaan. Vooral ook van de dierlijke beweging, die hij met behulp van computergestuurde mechanieken, vaak hele klassieke mechanieken zoals katrollen, kettingen, hefbomen, takels, veren en scharnieren, maar ook met behulp van relais, elektromotoren en servomechanismen, tracht na te bootsen. Animatronics, zo heet het ergens in de begeleidende catalogus. Van oorsprong bezielde bewegingen. En het Latijnse woord anima betekent zowel dier als ziel als beweging. Tot leven gebracht door middel van zorgvuldig geconstrueerde,
ik zou bijna zeggen gecomponeerde elektromechanica. Maar soms ook bijna levensecht. Sorry, vaak wat machinaal en robotisch overkomend, maar soms ook bijna levensecht en daardoor ontroerend. Zoals bij de rituele confrontatie tussen het intens verwachtingsvolle en vol vervoering trommelende roze konijntje en de majestueuze, vervaarlijk van bovenuit neerdalende slangenarend in Fuck Duracell. De Hovering Falcon. En ook de meelijwekkende, maar traag maar gestaag in cirkels voortschokkende mechanical donkey. Of de twee uiterst alerte honden op rails in Who Let the Dogs Out. Die de bezoeker als het ware moet passeren. En die lijken te waken over de ingang van de mechanische zoo die Nature Rewired lijkt te zijn. Of is het een dodenrijk? Want we zien heel veel schedels en skeletten. De meeste weliswaar druk bewegend en soms ook een duistere taal sprekend. Maar de indruk die het mij althans gaf was vooral die van een danse macabre. Waarbij soms ook op een heel innige manier werd gedanst, zoals in Put Your Heads Together. Of werd gecommuniceerd, zoals in The Good, The Bad and The Ugly. Ook heftige en bewegende prehistorische dieren komen we tegen in Nature Rewired. Exoskeletal MK1, helaas niet interactief zoals mijn dochter even dacht, maar ik hoor dat die toch interactief is. Dan ga ik zo meteen even bekijken. Exoskeletal MK1 ziet eruit als een vrouw die een velociraptor heeft gebaard, die zich tracht te ontworstelen aan de baarmoeder, maar zich daarbij steeds verder lijkt te verstrikken in de navelstreng. Het deed me ook denken aan een scène uit de film Alien, de bekende bloederige chestburster scene, waarin het nog fatale monster met groot geweld de borst uiteenrijdt van het eerste slachtoffer Kane, gespeeld door John Hurt, en vervolgens zijn krijzende xenomorfe baby Trony de wereld in doet blikken. Maar het bracht ook herinneringen naar boven aan de wel interactieve, reusachtige, ook computergestuurde robot-dino, genaamd Sensor, die in mijn jeugd te bewonderen was in het Eindhovense Evoluon, toen nog het trotse educatieve technologiemuseum van Philips. We zien dieren echter ook hele mechanische bewegingen maken, zoals een groep vleermuizen die als een formatie gierende straaljagers door het luchtruim lijken te patrouilleren, inderdaad als een bizarre scène uit een bed. Trip. In een van de video's op de website van Zwanneke. Of zoals de hoogpotige sinistere insectoïde Daddy Longlegs, ook alleen op de website. Ook zien we mythische dieren zoals de phoenix, die onvermoeibaar keer op keer gloeiend uit zijn as herrijst, een bijna archeopteroïdisch tussenwezen. We komen ook oog in oog te staan met eigenaardige religieuze dierlijke wezens, zoals het koor van de onverstaanbaar prevelende Questionable Gods of Biomechanics. Soms ook met een afzonderlijk organische structuur, zoals de wervelkolom van Shock Conductor. En in de grote maquette Scorched Earth zien we misschien de eerste oprispingen van leven, wanneer het zich op de een of andere raadselachtige wijze uit de levenloze materie opricht. Charles Darwin stelde zich de oorsprong van het leven in een beroemd geworden brief aan zijn collega Joseph Hooker, nog voor dat het leven waarschijnlijk ontstaan zou zijn in een warme kleine waterplas. Some warm little pond, schreef Darwin. Maar we weten inmiddels dat het leven is ontstaan op een vulkanische aarde die meer weg had van een hel. En waarop life as we know it now, om met de vulkaan Mr. Spock uit Star Trek te spreken, niet zou kunnen bestaan. De geologische periode aan het eind waarvan de eerste primitieve vormen van leven vermoedelijk zijn ontstaan, noemt men in de geologie het Hadeikon, naar de naam van de illustere Griekse god van de onderwereld, Hades. Het leven lijkt inderdaad ontsprongen aan een verschroeide aarde, een scorched earth. Een raadsel dat nog altijd niet is opgehelderd. De oersoep was anorganisch, maar bracht al vonkend en sputterend het organische voort. En dan is er tot slot ook nog, helaas niet te zien in deze expositie, het sprekende beeld van een jonge Sint Franciscus met aureool, die zich keert naar de vogel die hem iets in het kinderlijke oor wil fluisteren. De heilige Sint Franciscus van Assisi, de legendarisch vrome stichter van de orde der minderbroeders en beschermheilige der dieren. Zijn bezielende geest waart ongetwijfeld nog rond in het Franciscaner klooster in Portugal, waar Zwanneke zijn atelier heeft. Ik ben geen kunstwetenschapper, geen kunsthistoricus en ook geen estheticus.
En ik zal dan ook geen poging wagen om de intrigerende beelden van Christiaan Zwanneke te interpreteren. Wat ik als filosoof en bioloog slechts kan doen, is iets over te brengen van de gedachten die ik naar aanleiding van het zien van deze expositie had. Gedachten die zullen gaan over de vraag wat leven is, vooral wat dierlijk leven en wat menselijk leven is. En wat die twee tegelijk zo verschillend en zo gelijkend aan elkaar maakt. En het zal ook gaan over de techniek. Iets dat ook alom tegenwoordig is in het werk van Zwanneke. En over beweging. Want dat lijkt nog de grootste fascinatie te zijn van Zwanneke. Het raadsel van de animale, bezielde beweging in al zijn vormen. De kinetiek van het leven, die hier in Nature Rewired steeds op mechanische en elektronische wijze wordt voortgebracht. Tot leven wordt gebracht, als het ware, door de dode techniek. Animatronics. In elk geval lijken de kinetische sculpturen van Zwanneke allerlei vragen op te roepen. Wat is leven eigenlijk? En wat is techniek? En wat is de relatie tussen beiden? Alleen de mens heeft techniek, zeggen we vaak. Zoals Heidegger beweerde dat alleen de mens wereld heeft. Zou daar wellicht een relatie tussen kunnen bestaan? Tussen het hebben van wereld en het hebben van techniek. En wat betekent dat hebben dan precies? En zou het feit, als het al een feit is, dat mensen wereldopen zijn, terwijl bij dieren zoiets als een wereld ontbreekt, zoals Heidegger vrij stellig beweert, wellicht iets te maken kunnen hebben met de techniek. Dat wil zeggen met het al of niet hebben van techniek bij respectievelijk de mensen en het dier. In wat volgt zal ik kort bij al deze vragen stilstaan en daarbij aan het eind inzoomen op het raadsel van de techniek dat mijns inziens nauw samenhangt met de door Heidegger steeds weer opnieuw opgeworpen vraag naar het zijn. Dat wil zeggen met het raadsel van de menselijke openheid voor het zijn en het ontbreken daarvan bij het dier. Daarom keer ik eerst weer terug naar de al een paar keer eerder genoemde collegereeks van Heidegger over de wereld van het dier. Of misschien eerder over de afwezigheid van wereld bij het dier. Maar het laatste is niet helemaal waar. Wereld is niet volstrekt afwezig bij dieren. Wat Heidegger bij dieren meent te kunnen constateren is wat hij wereldarmoede noemt. Niet een totale afwezigheid van wereld, zoals bij de steen. Een anorganisch levenloos ding dat gekenmerkt wordt door weltlozigheid. Maar weltarmoed. Een armoede aan wereld die, zo zouden we kunnen denken, wellicht staat tegenover de rijkdom aan wereld bij de mens. Maar dat is het toch niet wat Heidegger bedoelt. De dierenwereld heeft volgens hem zelfs een openheid naar de dingen toe die wellicht van een grotere rijkdom is dan die van de mens. En die ons ook volstrekt onbekend is. En ook betekent wereldarmoede niet dat het dier inferieur zou zijn aan de mens. We hoeven alleen maar te denken aan het scherpe gezichtsvermogen van haviken, aan de navigatiecapaciteiten van trekvogels, of aan het voor ons vrijwel onvoorstelbare reukvermogen van de hond. Of aan het vermogen van bijen om ultraviolet waar te nemen, de sonar van vleermuizen. We zullen als mens wellicht nooit kunnen ervaren what it is like to be a bat, om de titel van het bekend opstel van de Amerikaanse filosoof Thomas Nagel aan te halen. Die wereldarmoede zit hem niet in een minder rijke openheid. Maar waarin dan wel? Waar het Heidegger om gaat is dat dieren geen toegang hebben tot de openheid van het zijn. En daardoor niet het vermogen hebben om het zijnde te ervaren en zich tot het zijnde als zijnde te verhouden. Dieren bezitten wel degelijk een toegankelijkheid tot zijnde. En met de Estlandse bioloog Jacob van Uexküll, die voortdurend op de achtergrond speelt van Heideggers analyses, stelt Heidegger dat elk dier leeft in een specifieke, een soortspecifieke umwelt. Maar een umwelt is nog geen wereld. Om dat te illustreren stelt Heidegger aan het begin van zijn analyse voor om ons een hagedis voor te stellen die zich op een rotsblok ligt op te warmen in de zon. Deze hagedis heeft hierbij zonder twijfel een bepaalde relatie tot zowel de rotsblok als de zon. Aldus Heidegger, en ook tot zijn eventuele soortgenoten, mochten die zich gezellig naast hem schurken, hoewel zoiets als gezelligheid hoogstwaarschijnlijk niet bestaat in de koudbloedige reptielenwereld.
Maar waar de hagedisvolis Heidegger hoe dan ook geen besef van heeft, ja, geen besef van kan hebben, is de rotsblok als rotsblok en de zon als zon. Het gaat hierbij om dat woordje als, dat zoveel wil zeggen als dat de hagedis, de rotsblok en de zon niet als zodanig kan zien. Niet als datgene wat ze van zichzelf zijn. Tot de eigen zijnswijze van beide fenomenen heeft de hagedis hoe dan ook geen toegang. Dat verklaart ook waarom hagedissen niet aan geologie en astrofysica doen, net zo min als alle andere dieren. Ze hebben eenvoudigweg geen toegang tot het zijnde als zodanig. En daarin ligt volgens Heidegger precies het wezenlijke onderscheid tussen mensen en dieren. De openheid waarin dieren zich bewegen is van een heel andere orde dan de openheid van het zijn waarin de mens is ingelaten. De dierlijke openheid voor de ding is een openheid en toch eigenlijk ook niet. Het dier lijkt op een voor ons moeilijk te doorgronden wijze juist gesloten te zijn voor de dingen, maar het desalniettemin onmiskenbaar, waar het desalniettemin onmiskenbaar op een bepaalde manier op betrokken is. De hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben, die een heel mooi commentaar heeft geschreven op Heidegger's colleges over het dier, waar ik straks nog even op terug zal komen, drukt dit gebrek dat Heidegger aanduidt als armoede heel mooi uit door te zeggen dat de umwelt van het dier, in tegenstelling tot de welp van de mens, weliswaar open is, maar niet openbaar. Het is een opening zonder openbaring. Dat wil zeggen zonder dat daarin ooit het licht opgaat van het zijn van de dingen, en dus zonder de mogelijkheid, die ook bij mensen overigens zeldzaam is, maar altijd mogelijk, het wonder aller wonderen te ervaren dat het zijnde is, zoals Heidegger in een nawoord bij zijn inaugurele reden uit 1943 zo mooi schrijft. Dieren hebben op allerlei manieren relaties met de dingen in hun omgeving, maar ze zijn buitengesloten van wat de latere Heidegger de lichtdoen van het zijn zal noemen, de openbaarheid van de zijnde in hun zijn. Ondanks de rijkdom van de dierlijke openheid, en ondanks de veelal superieure, zintuigelijke, motorische en wie weet cognitieve vermogens van het dier, denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitzonderlijke intelligentie van dolfijnen en chimpansees, blijft het dier op de een of andere raadselachtige wijze gevangen in zijn umwelt en daardoor blind voor het licht van de wereld. Ook die eigenaardige gevangenheid van het dier in zijn umwelt wees von Uxkool in der tijd al in een populair boekje dat enkele jaren na Heideggers college verscheen in 1934, Strijfzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, dat in 1958 in het Nederlands is verschenen onder de titel Zwerftochten door de werelden van dieren en mensen, en dat nog niet zo lang geleden ook voor het eerst is vertaald in het Engels. Ook is Heidegger zich in zijn colleges op een eerder geschrift uit 1909, Umwelt und Innenwelt der Tiere, als ook von Uxkools hoofdwerk Theoretische Biologie uit 1920. Maar in het later verschenen meer populariserende boekje geeft von Uxkool tal van fascinerende voorbeelden, en vaak met fraaie gekleurde illustraties erbij, van de vreemde, voor ons nauwelijks voorstelbare ervaringswerelden van dieren, zoals de hond, de vlieg, de uil, de zeester, de mier, de honingbij, de meduzekwal en het eencellige pantoffeldiertje of paramecium. Een klein, eencellig en ellipsvormig wezentje met trilhaartjes dat we allemaal wel eens door het oculair van een microscoop hebben waargenomen. Het meest bekend geworden diertje dat von Uxkool in dit boekje beschreef is de teek, waarvan hij de eenvoudige umwelt beschreef, bestaande uit slechts drie elementen, die de gehele beleveniswereld en ook het complete gedragsrepertoire van dit kleine beestje bepalen. Ten eerste de geur van zweet, oftewel boterzuur, waardoor het dier zich vanaf de tak of grasspriet waarop het zich bevindt laat vallen op een prooidier, een warmbloedig zoogdier. Ten tweede de structuur en hardheid van de haren van deze zoogdieren, waarlangs het beestje zijn weg vindt naar de huid van het dier. En tot slot de temperatuur van het bloed van zoogdieren, 37 graden Celsius, dat de teken geeft aan de teek om zich in de huid van zijn prooi te boren en zichzelf vol te zuigen met bloed, waarna het zich laat vallen, eieren legt en sterft. Deze drie elementen constitueren de hele umwelt van de teek, die door von Uxkool
werd onderscheiden in een perceptieve merkwereld, een zintuigelijke wereld, en een effectieve werkwereld, die tezamen datgene vormde wat hij de functiekring van het dier noemde. En het hele leven van de teek speelt zich af binnen deze eenvoudige functiekring. En dit fascineert, vond Hoekstra, evenals dat het een raadsel is voor Heidegger, die in zijn beroemde brief over het humanisme uit 1946 schrijft dat levende wezens van alle zijnden die we kennen nog het moeilijkst te denken zijn, aangezien ze aan de ene kant op een bepaalde manier het nauwst aan ons verwant zijn, maar van de andere kant door een afgrond gescheiden zijn van onze wereldopenheid. Waarbij vervolgens ook nog eens stellig verkondigt dat de mens schijnbaar dichter staat bij het goddelijke dan bij de levende wezens. Waarmee hij bedoelt dat de goddelijke transcendentie, ook al staat ze op een oneindige afstand, ons niettemin vertrouwder is dan, en ik citeer, de nauwelijks te peilen afgrondelijke lichamelijke verwantschap met het dier. Van de enorme rijkdom in de natuur die de teek omgeeft, reageert het dier op slechts 3 stimuli. En het zijn deze stimuli die het trefzeker naar zijn doel voeren. Ook von Poekskoel spreekt in deze van de armoede van de dierlijke omweld en wijst daarop dat deze armoede noodzakelijk is voor de trefzekerheid van het gedrag van de teek en stelt dan als een echte bioloog dat dit belangrijker is voor het leven dan rijkdom. Die als een soort luxe zou worden gezien. De armoede die von Poekskoel bedoelt is echter een andere armoede dan die welke Heidegger toeschrijft aan het dier vanuit de vergelijking met het menselijke in de wereld zijn. Bij von Poekskoel, voor wie de menselijke omweld zich ook slechts kwantitatief onderscheidt van die van andere dieren, heeft die armoede feitelijk ook een kwantitatieve betekenis. In de zin van een armoede aan stimuli. Terwijl het bij Heidegger veel eerder om een kwalitatieve attributie gaat, of eigenlijk om iets wat nog voorbij het kwalitatieve ligt, in de zin van een gebrek aan datgene wat een totaal andere relatie tot de dingen toestaat dan die van de stimulus-respons bij dieren. Wat von Poekskoel beschrijft als de ingeslotenheid van het dier in zijn functiekring, duidt Heidegger aan met de term benommenheid. Wat in het Nederlands nog het best vertaald kan worden met bevangenheid. Bevangenheid is precies datgene waarin volgens Heidegger het wezen van het dier bestaat. Niet meer en niet minder. Maar die bevangenheid is een fenomenologische, vanuit de omweld betrokkenheid van het dier beschouwde bepaling van de animaliteit, die in de traditionele biologie meestal wordt aangeduid met de term instinct of instinctiviteit. En waaronder dan wordt begrepen dat dieren driftmatig reageren. Dat wil zeggen in hun bestaan gedreven worden door aangeboren driften, trieben in het Duits. Men spreekt dan van instinctief gedrag en dit wordt dan meestal afgezet tegenover het rationele gedrag bij de mens, het animaal rationale. Heidegger heeft beide termen altijd afgewezen om allerlei redenen die ik hier nu niet kan noemen. Maar in een lezing uit de jaren 30 getiteld Überwindung der Metaphysik schrijft hij dat de term instinct staat voor het onderscheidende van het dier, dat in zijn omgeving slechts op datgene reageert wat nuttig of schadelijk voor hem is en verder niets anders nastreeft. En net als von Poekskoel zegt hij daar ook dat de zekerheid van het dierlijke instinct precies mogelijk is doordat het dier volledig is ingesloten in zijn leefomgeving. Blindelings gehoorzamend aan zijn driften. Hier komt een Duits citaat. Die zekerheid des tierischen instincts entspricht der blinden einpassung in zijn nutzungsbezirk, zoals het in de fraaie originaalfassung klinkt. Het dier is een driftmatig wezen, triebhaft, aldus Heidegger, en daardoor kan het zich niet verhouden tot de dingen, zoals de mens. Het is ook niet in staat tot doen en handelen. Het kan zich slechts instinctief gedragen ten opzichte van de dingen, benemen in het Duits. En dat benemen, dat ook maakt dat het dier structureel niet in staat is tot waarnemen van de dingen, tot vernemen, berust in wat Heidegger aanduidt als de meegenomenheid, de hingenomenheid van het dier door zijn omgeving, of beter gezegd door de stimuli uit zijn omgeving. Zo wordt de teek meegenomen door het bloed dat hij uit zijn prooidier zuigt
en de honingbij door de nectar die het uit de bloem zuigt. Experimenten uit de jaren 20 hebben laten zien dat een bij onverstoord blijft voortzuigen als het achterlijf ervan wordt verwijderd, zodat de nectar er aan de achterkant weer uitvloeit. Waaruit Heidegger concludeert dat de bij de nectar niet als nectar ziet. En evenmin het eigen achterlijf, het abdomen, als abdomen kan waarnemen. Het dier is volledig meegenomen door de honing. En is op die manier ook ingenomen, eingenomen in zichzelf. Al dus Heidegger, volledig in zichzelf opgaand, juist door het heen gedreven zijn. En daardoor ook weggedreven worden door de stimuli uit zijn omweld. Doordat dier zijn wezenlijk bevangen zijn, betekent, daardoor staat het dier niet in de openheid van het zijn. Toch is het dier in die bevangenheid wel betrokken op een eigen soort van openheid, die Heidegger omschrijft als een omringd zijn door zaken die zijn driften kunnen ontremmen. Daarom spreekt hij over de omweld van het dier in termen van een omring en begrijpt hij als een enthemmingsring, een ontremmingscirkel. Het dier is slechts open voor al datgene wat zijn driften kan triggeren, oftewel ontremmen, in Heideggers woorden. En die ontremming bestaat wezenlijk in een elimineren of uitschakelen, een bezijtigen van datgene waardoor de driften worden ontremd. Denk hierbij aan het doden en opeten van een prooi, om de honger te stillen, of het vluchten voor een vijand om zichzelf weer in veiligheid te brengen. Het dier wordt door de dingen uit zijn omgeving waar het op grond van zijn functiekring voor ontvankelijk is, als het ware van de ene driftontremming naar de andere gedreven, zonder ooit uit die ontremmingscirkel te komen en zich met de dingen zelf in te laten. Dat is voorbehouden aan de mens. Het dier is slechts open voor datgene wat zijn driften kan ontremmen, en het meegenomen worden door dat ontremmende leidt precies tot een remming van de desbetreffende drift, hetgeen weer een andere drift triggert. Het is het worstelen om deze ontremmingscirkel, het ringen om deze omring, zoals Heidegger schrijft, dat het leven van het dier bestaat. Het merken en werken van dieren is in wat Von Uexküll hun merkwereld en werkwereld noemt, is wezenlijk een wegwerken van wat we irritaties zouden kunnen noemen. Met als permanent resultaat volharding in een toestand die Heidegger op een bepaald moment als een leegte aanduidt. Het instinctieve wegwerken van prikkelingen door een dier is een soort ständiges beschaffen ter leere, zo schrijft hij. En het is in dit onophoudelijke streven naar een soort van nirvana-toestand dat Heidegger niet alleen de raadselachtigheid van de dierlijke openheid bespeurt, maar ook een soort van tragiek ontwaart in het dierenrijk. De wereldarmoede van het dier is een innerlijk probleem voor de dierlijkheid, in die zin dat het dier daardoor blootgesteld is aan een andersheid die het niet als zijne kan ervaren, maar die als datgene wat het dier steeds weer ontremt, dat wil zeggen uit zijn nirvana-toestand rukt, een wezenlijke ontzetting, een wezenhafte erschüttering in het wezen van het dier brengt. Maar precies daardoor volharden dieren in hun bevangenheid. De wereld wordt hen nooit openbaar. Niettemin is het dierenrijk volgens Heidegger betrokken van een soort lijden en leed waarvan de biologie geen weet heeft. Wie in de dierentuin wel eens een tijd naar de vermakelijke strapatsen van een groep chimpansees of zelfs bavianen heeft staan kijken, waarin het meestal heel relaxed aan toe gaat, afgewisseld met de tijdelijke oprispingen van onderlinge agressie, zal wellicht moeite hebben om Heideggers these van de bevangenheid als het wezen van de animaliteit te accepteren. En toch blijft het altijd weer verbazen dat deze apen zich nooit bewust worden van het feit dat ze zich in een dierentuin bevinden en bekeken worden. Dat ze nooit het licht van de wereld zien dat ons het vermogen geeft om de zijnde als zijnde te ervaren. Nooit zal het gebeuren dat een van deze apen zijn kop opricht, den kopf hebt, zoals Heidegger ergens schrijft over de mens, en verwonderd om zich heen kijkt vanwege het besef dat hij bestaat en dat er überhaupt zijn is. Dat wil zeggen, verwonderd raakt over das Wunder aller Wunder, das Seiendes ist. Bavianen zijn ook nog nooit betrapt op het beoefenen van zazen-meditatie. Maar misschien hebben ze dat niet nodig, omdat ze permanent in een toestand van satoria vertoeven.
En we kunnen ook eeuwig in de ogen van een baviaan staren. We zullen hem nooit in zijn zijn ontmoeten. En de baviaan ons in ons zijn nog het minst. De ijsberende ijsbeer, waarover we ons allemaal ook wel eens verwonderd hebben in de dierentuin, lijkt weer meer. Veel meer op een wezen dat bevangen is door iets wat wij nooit zullen zien, maar wat hem gevangen houdt in een loop die griezelig veel lijkt op een mechanisme. Een welhaast blind automatisme, totdat een andere stimulus hem eruit verlost. Wat heeft dit alles te maken met de sculpturen van Zwanneke? Nogal wat volgens mij. Het feit dat dieren wezenlijk bestaan op de wijze van de bevangenheid, driftmatig betrokken op een openheid die nooit openbaar wordt, geeft de bewegingen die dieren maken een geheel eigen karakter. Het dier wordt gekenmerkt door een geheel eigen soort beweging, een beweegheid eigener aard. En het is die geheel eigen beweging van dieren, die animale, bezielde kinetiek, die Zwanneke, zoals ik eerder zei, of volgens mij het meest fascineert. En die zijn beelden ook zo fascinerend maken, naast allerlei andere aspecten natuurlijk. Tegelijk lijkt hij ook gefascineerd door de techniek, die hem toestaat dieren uit de dood te laten herrijzen en opnieuw tot leven te wekken, ze te reanimeren. Animatronics, nature rewired. Wat mij onmiddellijk sympathie deed opbrengen voor het werk van Zwanneke, was dat het zich richt op de dier in zijn fenomenale gestalte, in wat genetici zijn fenotypische verschijning zouden noemen. De macroscopische, dierlijke vormen, structuren en bewegingen. En niet, zo lijkt het mij althans, op het moleculaire, op DNA, polypeptiden en membranen. Daarin onderscheidt het zich van de tegenwoordig zeer populaire bioart, die mij eerlijk gezegd wat het zeitgemees is, omdat ze totaal bevangen lijkt door de moleculaire blik. Net zoals de huidige biologen, die, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, alleen nog maar kijken naar moleculen en het organisme als organisme allang uit het oog verloren hebben. Leven is DNA, en that's it. Ik overdrijf natuurlijk, maar soms denk ik wel eens dat we door alle zogeheten life sciences heen het zicht op het eigenlijke leven verliezen. Hoe dat ook mogen zijn, de doortastende en onafvoerbare wijze waarop Heidegger het wezen van het leven, of althans het wezen van het dierlijke leven beschrijft, en afzet tegen het existente leven van de mens, zo radicaal anders dan de wijze waarop de huidige biologie het leven begrijpt, roept, bij mij als bioloog althans, en wel vanaf het moment dat ik met Heidegger kennis maakte, nog tijdens mijn studie biologie, de vraag op hoe de mens, die toch ook een levend wezen is, en zoals we van Darwin hebben geleerd, afstand van de apen, ooit in de wereld is gekomen, als het ware, en ontvankelijk is geworden voor de openheid van het zijn. Hoe is de mens of zijn voorouders ooit uit de bevangenheid van het dierlijke bestaan ontsnapt? Hoe is de mens ooit verlost uit de geslotenheid van de omweld en in de openheid van de wereld terechtgekomen? Hoe is ooit die ontologische afgrond ontstaan die volgens Heidegger tussen de mens en het dier gaat? Dat is een vraag die Heidegger zelf nooit stelt. Ja, die hij zelfs structureel uit de weg gaat en strikt genomen ook niet kan stellen vanuit zijn fenomenologische attitude. Toch kunnen we tegen de achtergrond van alles wat we intussen weten over de evolutie van de mens niet anders dan aannemen dat ergens in de loop van die evolutie, als het ware, het licht is opgegaan en de wereld, ofwel het zijn, zich heeft geopenbaard. En dat kan moeilijk worden gedacht als iets dat van het ene op het andere moment is gebeurd. Als een plotseling inslaande bliksem of een goddelijke gift. Er moet met andere woorden zoiets als een genezen van de menselijke wereldopenheid verondersteld worden. In de zin van een antropogenezen of menswording die tegelijk een kosmogenezen of wereldwording is geweest. In het verloop waarvan tegelijk opgaand de wereld en de mens als in de wereld zijn verschenen zijn. De vraag is natuurlijk wat hier verantwoordelijk voor kan zijn geweest. Wat de mens als het ware uit zijn gesloten omweld heeft doen ontwaken en hem in het openen van de wereld heeft doen belanden. Waardoor en hoe is een levend wezen tot daar zijn kunnen worden? Wat heeft die ontologische transformatie, die verandering in zijnswijze, kunnen bewerkstelligen? De Italiaanse filosoof en leerling van Heidegger Giorgio Agamben, die ik al eerder noemde, wijst in zijn magistrale commentaar op Heideggers analyse van de openheid van het dier op het feit dat Heidegger het woord bevangenheid ook gebruikt om de toestand van diepe verveling mee aan te duiden, waarin elk mens wel eens gevangen kan raken
en waarin de wereld zich aandient als een intense leegte, waarin de dingen ons niets meer te zeggen hebben, maar waarin we er ook niet aan kunnen ontsnappen, omdat we als het ware gebannen zijn door een onverschillige aanwezigheid. De openheid dient zich aan als gesloten. Heidegger analyseert die diepe verveling in een collegereeks die voorafgaat aan de colleges over het dier, en wijst ook zelf op het verband tussen de dierlijke bevangenheid en de menselijke grondstemming van diepe verveling. En zo'n grondstemming brengt ons volgens Heidegger bij de grond van ons bestaan. Mens en dier lijken hier verraderlijk dicht bij elkaar te komen. Maar volgens Heidegger is dat slechts schijn, aangezien mens en dier door een afgrond gescheiden zijn. Die, en daarin is Heidegger heel resoluut, geen bemiddeling toelaat. De afgrond tussen mens en dier, zo poneert hij onomwonden, kan door geen bemiddeling in wat voor zin dan ook worden overbrugd. Tussen mens en dier bestaat geen denkbare overgang, aldus Heidegger. Agamben betwist dit en in zekere zin suggereert, op basis van de analyse die ik hier achterwege moet laten, dat de diepe verveling als een soort van ontologisch scharnier kan worden opgevat. Hij spreekt zelf van een metafysische operator, waarin de overgang van de dierlijke wereldarmoede naar de menselijke wereld plaatsvindt of plaats kan vinden. Het daarzijn is dan eenvoudigweg een dier dat geleerd heeft zich te vervelen en zodoende uit de eigen bevangenheid in de eigen bevangenheid ontwaakt is. Maar ook bij Agamben is het alleen weer de mens die hiertoe in staat is. Desalniettemin is de mens volgens Agamben in contrast met Heidegger niet absoluut van het dier onderscheiden, maar bestaat hij juist op de wijze van een voortdurende strijd tussen het dierlijke in hem en de mogelijkheid van het menselijke dat hij eveneens in zich draagt. Een strijd die zich voltrekt in en als politiek. Hoewel Agamben de term antropogenese gebruikt voor de genoemde overgang tussen dierlijke wereldarmoede en menselijke wereld, heeft hij het niet werkelijk over een genese, in de specifiek evolutionaire zin waarover ik zojuist sprak. De vraag blijft echter nog steeds hoe het komt dat alleen het menselijke dier uit zijn dierlijke bevangenheid kan ontwaken. Het is op dit punt, denk ik, en wel geheel tegen Heidegger's eigen standpunt hierover in, dat we de rol van de techniek in beschouwing moeten nemen. De techniek die, zoals ik aan het begin van mijn betoog opmerkte, door Heidegger principieel in verband wordt gebracht met de zijnsvergetelheid bij de mens. En dat wil zeggen met de sluiting, en juist niet met de opening voor het zijn. Voor Heidegger en voor de Heideggerianen is het überhaupt anathema, het zijn op wat voor manier dan ook uit het zijnde, ofwel uit gebeurtenissen op het niveau van het zijnde te willen verklaren. De lichtdoen van het zijn kan niet door het zijnde worden bewerkstelligd. En toch kunnen we niet meer ontkennen dat het juist de techniek is die de mens in de loop van een lange periode van evolutie tot mens heeft gemaakt. En wellicht ook, zo mogen we vermoeden, de opening naar het zijn heeft geforceerd. Als Heidegger gelijk heeft dat de menselijkheid van de mens berust in de openheid voor het zijn. Maar hoe heeft de techniek dit kunnen bewerkstelligen? Ik moet bekennen dat ik hier op geen kant-en-klaar antwoord heb. Verre van. Maar ik zou willen suggereren dat de bemiddeling tussen menselijke wereldopenheid en dierlijke wereldarmoede, die Heidegger schier onmogelijk acht, en die Agamben op zijn beurt van meet af aan als een gegeven mogelijkheid in de mens situeert, in werkelijkheid wel eens via de techniek, en wel in de zin van een technisering van het menselijke leven, plaats zou kunnen vinden, en gedurende de evolutie van de menselijke soort ook plaatsgevonden zou kunnen hebben. In de traditie van de filosofische antropologie, die is opgekomen in dezelfde tijd dat Heidegger furoren maakte met zijn zijnsvraag, wordt vaak de techniek als het humanum opgevoerd. Als dat wat de mens onderscheidt van het dier. Zo spreekt Helmut Plessner van de natuurlijke kunstmatigheid van de mens en wijst Arnold Gehlen er steeds op dat de techniek zo oud is als de mens en compenseert voor het gebrek aan gespecialiseerde organen en instincten dat de mens kenmerkt. Van enig besef van de openheid van het zijn is bij deze auteurs echter in het geheel geen sprake. Hetgeen overigens niet hoeft te verbazen, gegeven de heersende zijnsvergetelheid, zou Heidegger zeggen. Het is pas zeer recent dat filosofen het verband tussen het zijn en de techniek, om het zomaar even plomp verloren te formuleren, zijn gaan inzien
en er expliciet over zijn gaan nadenken. Alhoewel de vraag naar het zijn ook bij Heidegger in de loop van zijn denken steeds meer tot de vraag naar de techniek werd. Zij het dat de techniek door Heidegger daarbij meteen al geontologiseerd werd. Het ging hem dan ook niet zozeer om de techniek in concrete zin, als over het wezen van de techniek. Hedendaagse denkers als Peter Sloterdijk en daarnaast die Claire, die ik zelf allebei zeer waardeer, hebben ieder op hun eigen manier geprobeerd om de overgang tussen de wereldarmoede van onze proto-humane voorouders en onze wereldopenheid, de genezen van het daarzijn zogezegd, te duiden in termen van een techno-genezen, een co-evolutie van mens en techniek, die gelijk oorspronkelijk het daarzijn en het daar van de lichtdoen heeft doen ontstaan. Een antropogenezen die tegelijk een cosmogenezen is geweest en die zich nog altijd voltrekt, waarin we nog altijd instaan. Voor Sloterdijk gaat het daarbij om een proces van distantiering van de natuur door zelfinsulering en zelfdomesticatie, waarbij onze voorouders zich steeds meer terugtrokken in beschermende, zelfgecreëerde en zelfonderhouden technosferen die via allerlei terugkoppelingsmechanismen een hominiserend, mensvormend effect hebben gehad dat zijns inziens vooral is terug te voeren op het feit dat onze voorouders binnen die sferen duurzaam een zeer veilige en van vele natuurlijke gevaren ontdane leefsituatie hebben kunnen creëren. Een situatie die hij omschrijft met termen als luxe en verwenning. De mens is het verwende dier. Die hun organen als het ware permanent hebben ontlast van de biologische overlevingsfuncties en bevrijd van externe selectiedruk, waardoor ze als het ware werden verlost van de instinctieve dwangmatigheid. Heidegger's ontremmingscirkel. En daardoor de ruimte heb gekregen voor meer gelatenheid en vrijblijvendheid. En vooral heeft die onwaarschijnlijk gunstige leefsituatie onze voorouders toegestaan hun volwassenwording op te schorten, al dus Sloterdijk, en zelfs te volharden in infantiele stadia. En het is precies die onrijpheid, die bij de mens op een gegeven moment chronisch is geworden, die volgens Sloterdijk de sleutel is tot het ter wereld komen van de mens in ontologische zin. Dat wil zeggen tot de geboorte van zijn wereldopenheid. Ze heeft geleid tot driftoverschot. Meer precies tot een overschot aan onrijpe en bij de volg feilbare driften die voor hun functioneren steeds meer aangewezen werden op datgene wat binnen de technosferen tot stand komt. Op technieken en de gebruiken die met deze technieken verbonden zijn. Waardoor deze driften bovendien meer en meer gesublimeerd konden worden, om een term te gebruiken uit de psychoanalyse van Freud. Daardoor kon de mens een dier worden dat ging verlangen. Door een toenemende perceptieve en affectieve verfijning van het menselijk dier, heeft het menselijke dier als het ware op een gegeven moment boven de gesloten Hoekscholiaanse merkwereld en werkwereld uit kunnen stijgen en is ontvankelijk kunnen worden voor het meer aan mogelijkheden van de wereld. Kortom, voor datgene wat Heidegger de ontologische differentie noemde, het verschil tussen zijn en zijnde. Sloterdijk beschrijft genoemde technosferen als antropogene grootheden, waarin een soort van ontologische alchemie heeft plaatsgevonden. Broedkasten waarin creaturen zijn gekweekt die op een gegeven moment tot existentie zijn gekomen, blootgesteld en overgeleverd aan de lichtdoen van het zijn. De zintuigen en hersenen van deze creaturen zijn tot de organen van de lichtdoen uitgegroeid. Sloterdijk wil dus aannemelijk maken dat een zeker intrasferisch, technogeen evolutieproces tot een toenemende biologische openheid en onbepaaldheid heeft geleid, die vervolgens de ontologische openheid in het leven heeft geroepen. Verwondering over die openheid ontspringt pas in een later stadium van deze ontwikkeling, waarschijnlijk vanaf het moment dat de mens zijn sterfelijkheid ontdekt. Stiegler tenslotte verklaart het ter wereld komen of het tot daarzijn worden van de mens uit de technisering van het leven. Iets wat uniek is voor de menselijke soort. Daarbij gaat het om een proces van wat hij technische exteriorisering of veruitwendiging noemt. De mens is een dier dat zijn ervaringen naar buiten brengt en overdraagt op materiële objecten. Zeg maar technieken. En doordat die materiële objecten over het algemeen duurzamer zijn dan degene die ze gemaakt hebben, die sterven op een gegeven moment, blijven ze langer bestaan en kunnen ze ook overgedragen worden op de nakomelingen. Hierdoor wordt iets mogelijk dat in de dierenwereld niet kan.
zoals het Darwinisme ons heeft geleerd. En dat is overerving van individuele ervaring op de soort. Het is begonnen toen onze zeer vroege voorouders, denk aan de Australopithecus, stenen vuistbijlen zijn gaan maken en gebruiken. Zo'n vuistbijl draagt een heel klein beetje technische kundigheid in zich. Zijn vorm verraadt iets van de wijze waarop hij is gemaakt. En daarom kan hij als voorbeeld dienen voor een nakomeling om wellicht een iets betere bijl te maken, die mogelijk weer als voorbeeld kan fungeren voor een nog wat geavanceerder werktuig. Enzovoort. Op deze manier is er ook een interactie op gang gekomen tussen de mens en zijn werktuigen. Heel concreet, tussen die stenen en onze hersenen, die zoals paleoantropologen kunnen laten zien alsmaar groter zijn geworden, naarmate onze werktuigen geavanceerder werden en de technische competentie om ze te maken en te hanteren complexer. Een co-evolutie van stenen en breinen. Het punt bij Stiegler is dat die stenen werktuigen zijn gaan fungeren als externe geheugens naast ons genetische geheugen. En dat die externe technische geheugens zich alsmaar verder hebben uitgebreid om op den duur uit te groeien tot een technisch milieu waar de mens wezenlijk van afhankelijk is geworden. Naast zijn biologische organen is de mens steeds meer gaan vertrouwen op zijn technische organen, ofwel zijn prothese. En zonder dat milieu van prothese zou de mens niet kunnen zijn wie hij is. Hij is door en door een prothetisch wezen. Hier valt uiteraard nog veel en veel meer over te zeggen. Maar wat ik hier alleen wil aanstippen is dat Stiegler aannemelijk wil maken dat de wereldoverheid waar Heidegger over spreekt niet kan bestaan zonder het milieu van prothese waar de mens in leeft. Ja, dat die wereld juist wordt geopend door die prothese. Wat Heidegger onze existentie noemt is een effect van een proces van technische exteriorisering. En wel voor zover wij de mogelijkheden die er uit dit proces voortkomende artefacten ons bieden, als het ware verinnerlijken en tot onze eigen mogelijkheden maken. Elke wereld is een technische wereld en alle menselijke mogelijkheden zijn technische mogelijkheden. De lichtdoem van het zijn kan niet anders worden gedacht dan als een technische lichtdoem. Dit weerspreekt Heidegger's these van de techniek als een verduisterende macht, als factor van zijnsvergetelheid en zijnsverlatenheid. Waar Heidegger een afgrond poneert en elke mogelijkheid van een bemiddeling tussen mens en dier categorisch afwijst, daar proberen Sloterdijk en Stiegler een evolutionaire brug te slaan. Niet in de zin van een biologische evolutie, maar een technologische. Beide denkers schetsen een plausibele ontstaansgeschiedenis, een genezen van de menselijke openheid voor het zijn, en wel als een technogenezen. Plausibel, maar desalniettemin enigmatisch. Het is de techniek die onze natuur zodanig heeft rewired, dat we ontvankelijk zijn geworden voor het zijn van de dingen, voor het wonderlijke, ondoorgrondelijke feit dat er dingen zijn, dat er überhaupt iets is, dat de wereld is. Het mystieke fenomeen bij uitstek, aldus Ludwig Wittgenstein. Een wonderlijke gedachte, die, let wel, Heidegger niet zou onderschrijven. Het wonder van het zijn en het besef van het goddelijke als effect van de techniek. De mens stamt niet af van de apen, maar van stenen, zoals Sloterdijk schrijft. Techniek is een wijze van ontbergen die zichzelf als ontbergen vergeet, aldus Heidegger. Maar het is in eerste instantie de mens zelf als ontberger die hierdoor is ontborgen. Zij het dat dit ontbergen volgens Heidegger nog altijd vooral blindelings gebeurt. Het is veel meer de kunst, en nu zijn we terug bij Christiaan Zwanneke, de kunst, ook een soort van techniek, minder zijnsvergeten aldus Heidegger, die onze ogen kan openen voor onze eigen openheid, voor de wereld, voor het zijn. Goed, ik moet tot een afsluiting komen, want anders blijf ik veel te lang aan het woord en rest er geen tijd meer voor de discussie. Als u na afloop van deze bijeenkomst straks de kinetische sculpturen van Zwanneke gaat bekijken, die ontroerende mechanieken, probeert u zich dan eens de expositieruimte voor te stellen door de ogen van de haas, het konijn, de arend, de valk, de ezel, de twee honden en de questionable gods of biomechanics. En realiseert u zich daarbij hoeveel ontelbare werelden er zijn op onze planeet. En misschien ervaart u dan ook die wonderlijke open plek die u zelf bent en die u op elk moment overal mee naartoe draagt, zolang het u gegund is in deze wereld te vertoeven. Verbaast u zich over die mobiele lichtplek die u zelf bent, die wandelende buren waarvan u zelf het middelpunt bent. Wonderbaarlijke vreemde wezens zijn we, ieder van ons een eigen
uniek ontspringen van wereld. Op elk moment en met dank aan alles wat onze voorouders in de wereld hebben gebracht. In zijn inleidende tekst in de catalogus van Nature Rewired schrijft Frank van der Schoor dat Swanneke's sculpturen de toeschouwer in contact brengen met de schepping. Ik herken dat, maar ik vroeg mijzelf daarbij vooral af wat aan te vangen met die schepping nu blijkt dat wij, dankzij de techniek, steeds meer zelf de scheppers ervan zullen worden. Ook die vraag speelt overduidelijk in het werk van Swanneke. Maar goed, genoeg gesproken, laten we hem straks zelf maar aanspreken door zijn enigmatische, poëtisch, technisch geanimeerde dierfiguren. Ik dank u voor uw aandacht. Voordat ik naar u ga, naar de zaal, lijkt het mij een goed idee om eigenlijk in ieder geval ook te hebben over de vraag die Pieter Lemmens eigenlijk aan het einde van zijn lezing stelde aan Frank van der Schoor. Wat we nu toch aan moeten met die schepping, nu de mens zelf de schepper lijkt te zijn geworden. De schepping is dan eigenlijk niet meer iets heel natuurlijks en evolutionairs, maar misschien wel iets technisch. Ja. Nou ja, ik beschik niet over het inzicht en het vocabulaire van Pieter, maar ik zal er op mijn manier proberen een invulling aan te geven. En ik denk, de mens, zijn wezen en zijn plek op de aarde in de schepping, in de evolutie. Op een gegeven moment is er dus toch het stadium gekomen dat men verder kwam dan in de prehistorie om met stenen in een hele kleine omgeving te overleven. En ik denk dat daar creativiteit, het creëren, het scheppen, een van de wezenskenmerken van de mensheid is. En door die nieuwsgierigheid in combinatie met competitie, want je stelt het ook voor in een van de voorbeelden dat een inzicht ontstaat op het gebied van techniek en dat wordt dan min of meer overgedragen aan de volgende generatie. Ik denk dat het juist het kenmerkende van de mensen is, en dat zie je tegenwoordig heel sterk, dat als je iets nieuws aandient, dat gelijk anderen daar overheen gaan en het nog beter weten. En dat zie je ook als een paar mensen bij elkaar zet bij het kampvuur. Iemand heeft een idee en anderen weten het beter. En dat gaat nog sneller. En die versnellingsfactor, ik denk dat dat iets is wat een creativiteit op gang brengt. En ja, ik moest ook denken aan een van de beelden van Christian Swanneke die hier niet zijn gekomen. En dat gaat over een hele grote beeld van een mier, een ant heet het ook. En dat is ongeveer een meter groot. En het idee van Christian Swanneke, dat had ik gelezen ergens in een mythologische vertelling. Dat er in een voorleven allerlei nederzettingen waren met mieren. Architectuur, bebouwing, die hadden dat allemaal heel mooi voor elkaar. En toen is er een inslag van een meteorietenregen gekomen, waardoor al die steden van de mieren, of de onderkomens van de mieren vernietigd zijn. En dat er toen nog één optie was voor de mieren om ondergronds te gaan wonen en ondergronds een huis te gaan maken. En dan zijn er bepaalde kwaliteiten die je dan niet meer nodig hebt. Dus de mieren die werden kleiner en kleiner. En die gingen zich steeds meer op een beperkte oppervlak onder de gronden organiseren en zich voortplanten. En laat nou het merkwaardige zijn, maar dat is misschien wel een broodje aan verhaal. Maar ik heb dat wel eens gelezen, dat de grootste dreiging voor de mensheid van de dieren, dat is niet de tijger of de gorilla, maar dat zijn juist de mieren die in onmetelijke hoeveelheden de hele aarde bevolken. En als die een keer tot een gezamenlijk concept komen, dan gaan schudden. Ja, nee, ik zeg het niet überhaupt. Maar, nog veel groter getal is natuurlijk de insecten, maar micro-organismen zijn natuurlijk nog veel duurzamer, nog veel harder, zeg maar. Ik denk, de mens zal op een gegeven moment uitsterven, lijkt mij. Misschien zijn we daarna op weg. Maar de mieren, de insecten zeker niet, maar de micro-organismen sowieso niet. Die kunnen, zeg maar, een wereldoorlog, een kernoorlog best aan. Maar die zijn dan echt veel sterker, veel duurzamer. Maar ja, als je hebt over de opstand van micro-organismen of die mieren, dat lijkt me dan weer niet heel erg waarschijnlijk. Nee, die zullen niet erop gaan komen.
Nee, dit wil niet een oplossing op kunnen. Maar ze blijven de aarde altijd bevolken, zeg maar. In die zin blijft er altijd hoop en het leven zal altijd blijven bestaan. Zeg maar. Ja, tenzij de zon ontploft, et cetera. Alle condities voor het leven verdwijnen. Maar in feite zijn er wel. Sorry, ik wil nog even het nieuws. Maar ik wilde even terugkeren naar de vraag over de schepping. Wat natuurlijk wel nieuw is aan onze tijd, is dat wij inmiddels inzicht hebben gekregen. En... Maar ik kan misschien niet op die microfoon achter. Ja. Dat gaat een stuk beter, sorry. Dat idee van schepping, dat wij steeds meer scheppers worden, althans potentieel, ook van de natuur, heeft natuurlijk te maken met het feit dat we inmiddels als mensen hebben ontdekt hoe leven functioneert. Ik zei net wel dat de life sciences, de moleculaire life sciences, het leven uit het oog verliezen, maar natuurlijk dankzij die moleculaire kennis, het kennis over het DNA, over eiwitten, dan weten we natuurlijk inmiddels hoe leven functioneert, hoe het gemaakt is, wat de mechanismen zijn die daarachter zitten, hoe het zich reproduceert, et cetera. En daar zullen we in de toekomst ongetwijfeld meer in kunnen ingrijpen. Dus in die zin zullen we steeds meer de scheppers worden, zeg maar, van de natuur, van de schepping, ook van het leven. En dat is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Voor me halen die je aan het einde van je inleiding, die uit de catalogus ook kwam, ik kan het niet helemaal terughalen, maar wat mij vooral opviel was het idee dat we toch moeten uitkijken als mensen, dat we de natuur niet kapot maken, dus dan staat de natuur misschien toch tegenover de techniek en dat Zwaneke daar op een bepaalde manier een soort commentaar op levert. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat is zeker zo. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld eigenlijk is de mechanical donkey, de ezel die alsmaar blijft rondlopen. En Christian heeft dat gezien in zijn jeugd in Portugal, dat bij de waterputten, want bij Convento is het ook een echte waterput van 16 meter diep, geloof ik. En daar hangen echt van die emmertjes in en door die beweging en dat overbrengen komen die emmertjes met water naar boven. En dat is, water is in die streek van Portugal heel cruciaal. Maar hij heeft dus gezien, zoals ik me ook nog wel herinner van een boerenbedrijf, dat er paarden en ezels met zo'n oogklepje voor, om gewoon hun ding te doen en rond te blijven draaien, zonder enig besef en bewustzijn zou je haast denken. Maar dat heeft Christian toch aangegrepen, dat hij diezelfde functie op een technologische manier wil vervangen, maar wel de identiteit van het dier en de plek respecteert. Maar dat vind ik sowieso, voor mij is dat een groot vraagteken, hoor. Ik ben een visueel ingesteld mens en ik kan dit soort dingen vaak niet bevroeden. Maar laatst zag ik ook op een koude decemberdag, maar volle zon overgoten hier in de buurt, zag ik 5 paarden in een wei staan. En die stonden toch allemaal met de bips, want je moet dat nou wel netjes zeggen, met de bips naar de wind. En ze stonden ongeveer 5 meter van elkaar. En je zou haast denken met projectie dat ze in gedachten verzonken waren. Maar ik denk van, ik zou me toch niet kunnen voorstellen dat ik de hele dag zonder televisie of een boek te lezen. Maar dat zijn dan van die aannames van mensen, ik zou me dood vervelen. Maar blijkbaar geldt dat voor een dier, voor een paard niet. En dan zou je verwachten dat, zoals in sociale gemeenschappen, dat de dieren dan met elkaar iets doen om de dag op een prettige manier door te komen. Ja, dat is natuurlijk heel erg vanuit de mens gedacht en ik overdrijf het ook wel bewust. Maar toen ik die paarden in de wei zag, toen moest ik daar toch wel aan denken. Waar zijn die dieren in godsnaam mee bezig? Ja, en dat vind ik inderdaad wel een mooie, want jij hebt net uitgelegd, Pieter, dat het dier inderdaad toch op een andere manier is dan de mens. Mm-hmm. En dat de mens er beter in is in ieder geval dan het dier, of het dier kan dat niet, zich proberen te verplaatsen. Dat is eigenlijk waar Jans ook toen oproep riep aan het einde van je lezing, probeer je te verplaatsen in verschillende dieren. Maar inderdaad opnieuw naar die verantwoordelijkheid. Is dat dan juist de verantwoordelijkheid die juist op de mens rust, omdat hij dat kan, om uit te kijken dat we de planeet niet kapot maken, bijvoorbeeld met
z'n allen, of dat de dieren geen leed aan doen, drukt die verantwoordelijkheid groter op mensen, omdat wij ons kunnen verplaatsen in dieren, of misschien zelfs wel stenen of ecosystemen. Ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat wij dat kunnen, met het feit dat wij dat kunnen, dat wij de dingen kunnen waarnemen, et cetera, en kunnen begrijpen en onderzoek naar kunnen doen, geeft ons wel enorm veel macht, natuurlijk. En dat is heel positief, hè, want dat levert beschaving, et cetera, op. Maar we hebben inmiddels zoveel macht, ook over de planeet, dat we hem kunnen vernietigen, hè, in principe. Nou, met kernwapens. Ik zei net dat micro-organismen over het algemeen daar heel goed tegen kunnen. Dus die zullen wel overleven. Maar we kunnen onszelf, een groot gedeelte van de planeet, vernietigen. Steeds meer. En in de tegenwoordige geologie wordt het huidige tijdperk waarin wij ons nu bevinden, dat is een jaar of 10 geleden voorgesteld door een Nederlandse geoloog, om dat voortaan het Anthropoceen te noemen. En niet meer het Holoceen, maar het Anthropoceen. En daarmee wilde Krutzer, was dat, een Nederlandse geoloog, aangeven dat de mens op het moment de belangrijkste geologische factor is geworden. En met andere woorden, dat de toekomst van de aarde, een beetje dramatisch uitgelegd, die is in onze handen, in zekere zin. En dus de hele schepping, de hele fauna, het hele aardse ecosysteem, zeg maar, is afhankelijk van ons. Van hoe wij daarmee mee omgaan. En dat is natuurlijk wel een verantwoordelijkheid, zeker naar onszelf toe natuurlijk, maar misschien ook wel naar dieren en planten toe. En dat is iets volstrekt nieuws. Dat heeft nog nooit een mensheid, die verantwoordelijkheid heeft nog nooit een mensheid gehad. Het is zonder precedent. Maar dat is iets wat we langzaam maar zeker wel ontdekken, denk ik, en misschien beter mee om kunnen gaan. Ik hoop het althans. Misschien mag ik nog even aanvullen, Christian Zwaneke zou dat zien. Dat de mensheid is natuurlijk altijd nadrukkelijk aanwezig geweest in de dierwereld en op aarde. Maar je ziet in de 20e eeuw is dat opgekomen, dat door de groei van de bevolking, maar ook door de schaamteloze toepassing van technieken en met desastreuze gevolgen, denk aan het ozongat, denk aan de zure regen, al die aarde milieubedreigende zaken, waar hij natuurlijk als buitenstaander, wonend een groot gedeelte van het jaar in Portugal, ver buiten de beschaafde, de drukke wereld, valt hem dat op als hij weer in Nederland is en heeft een pied-à-terre in Amsterdam. Dan zie je natuurlijk toch wat mensen elkaar aandoen en hoe onbeschaamd dat wij alles moduleren naar de manier waarop wij dat denken nodig te hebben. En ook al beheersen we geen enkele techniek, ik heb ook een auto en daar maak ik dankbaar van gebruik, zolang als je het doet. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben. Wij hebben natuurlijk niet de kennis en het inzicht allemaal om dat zelf te genereren. Maar het wordt door die machines en door de technologie wordt het iedereen aangeboden en ter beschikking gesteld. En wij maken er eigenlijk vrij gedachteloos gebruik van. Ja. En is het dan zo dat hij erop reageert met deze enorm technische dieren? Dat die ons ook een spiegel voorhouden of een vraag stellen? Nou. Ja, ik kan daar eigenlijk een heel praktisch antwoord op geven. Want wij hebben natuurlijk met deze tentoonstelling te maken met een gigantisch beheers- en onderhoudsprobleem. Want door de beweging van al die objecten is er ook slijtage. En er zijn verbindingen die losschieten. Of die, je kunt zich er van alles bij voorstellen. En wij zijn als museum natuurlijk de hele dag bezig om het aan de gang te houden. Waardoor het publiek kan begrijpen wat eigenlijk de bedoeling is. En het is ook nog eens zo, omdat er sommige beelden interactief zijn en pas weer gaan bewegen als je in de buurt bent. En dan, ja, als het dan niet meer werkt, is dat eigenlijk een dubbele teleurstelling. Maar je merkt aan Christian dat hij van de ene kant dat natuurlijk volgaande doet en met overtuiging doet, omdat het zijn eigen werk is. Maar van de andere kant is hij ook wel eens geïrriteerd door onze vragen om alles op die manier aan de gang te houden. Want dat voor hem hoort dat dan ook bij het wezen, bij de evolutie, de schepping van zijn eigen werk, dat er ook wel eens iets kan uitvallen of een tijd lang het niet doet. En dat doet hij dus nadrukkelijk beroep op het voorstellingsvermogen van de toeschouwer, van onszelf, om dat als het ware in te vullen of daarmee aan de haal te gaan, wat dat allemaal zou kunnen inhouden. Dus ik ben nog niet boven geweest. Maar het is inderdaad het is een soort dubbelheid. Christian maakt gebruik van de techniek,
Maar ik vond dat je dat heel treffend omschreef, soms met ouderwetse mechanische verbindingen. Want dat zou natuurlijk veel geavanceerder kunnen met de huidige stand van techniek. Maar daar spreekt dan de beeldhouwer, denk ik. Die het ook voelbaar, het materiaal beleefbaar wil houden. En ook als het ware, al snap je de micro-elektronica niet, dan kun je toch nog voorstellen hoe zo'n beeld is geconstrueerd en hoe het beweegt. En ik vind met name bij die exoskeletal, dat is het grote, de grote paaldanser, kan ik maar zeggen hier. Maar we hebben die voor het publiek dus aan de paal bevestigd om hem zijn beweging te laten maken. Maar je ziet ook in de catalogus, en er is ook een film van, dat een jonge, behoorlijk frele dame heeft dus dat pakket omgedaan. En dat weegt al met al toch meer dan 20 kilo. En dan moet je je voorstellen dat hij dat doet. En dat ding gaat dus zijn eigen bewegingen doen op jouw lichaam. En dat is een volstrekt onbekende beweging. Dat gaat alle kanten uit. En je moet natuurlijk met je eigen mensenlichaam moet je dat proberen te beheersen. En die beweging ook te controleren. Dat je niet valt of dat er geen rare dingen gebeuren. En dat is natuurlijk een hele fysieke confrontatie tussen mechaniek. En de mens die denkt alles te kunnen beheersen, maar de mechaniek gaat er op een gegeven moment de mens ook vandoor. Ja. Ik denk dat het tijd wordt om naar u te gaan. Vragen voor een van mijn sprekers? Ik heb een vraag. Ik heb die lezing denk ik voor een deel begrepen, maar ik zou het zeker niet kunnen verwoorden, wat u ook zei. Maar als u zegt, de techniek heeft bemiddeld tussen het dier en de mens, dat je die zijn geslotenheid kon krijgen naar zijn openheid. Maar er zijn natuurlijk meerdere dieren geweest of zijn er die techniek hanteren. Mijn vraag is dan, als u zegt als die mens die ging die techniek gebruiken en leerde daardoor meer en meer vaardigheden en kreeg daardoor misschien meer gevoel voor die zijn openheid, maar waarom is het dan niet bij andere dieren gebeurd die ook techniek ontwikkelden? Vogels hebben toch ook bepaalde technieken. Andere dieren hebben ook bepaalde technieken en die zijn hier gebleven. Dus wat is het dan dat het zelf niet wel bij die dat organisme gebeurt wat later mens werd, dat het daar wel geslaagd is? Ja, dank u wel. Dat is een heel goede vraag. Dat is een vraag die ik ook heel vaak krijg. Met name van biologen, ook van mijn studenten vaak. Het zijn toch ook apen die techniek gebruiken, stokken, stenen. Spinnen maken webben, is dat dan geen techniek? En vogels, kraaien en echters hebben allerlei soorten technieken. Dat is weliswaar waar. Ik zou dat eigenlijk geen technieken willen noemen. Misschien wel werktuigen, maar waarin de menselijke techniek zich onderscheidt van de dierlijke techniek, is dat dierlijke techniek is toch vaak iets wat aangetroffen wordt, een tak of een steen. Terwijl de mens maakt echt techniek en ontwikkelt ook techniek. En er zit een evolutionair moment in. Het allereerste punt waar het begon. Ja, stel dat er dieren zijn, zeg maar, die op een hele primitieve manier gebruik maken van geëxternaliseerde ervaring. En dat overdragen, zeg maar, op hun nakomelingen. Dan zou ik zeggen, dan zijn ze op weg. Mogelijkerwijs. Er moet natuurlijk ook biologisch het een en ander in stelling zijn gebracht. Wij zijn primaten, we zijn geen reptielen, zeg maar. Dus die openheid voor het zijn veronderstelt volgens mij ook een soort biologische, allerlei biologische capaciteiten. Maar zoals ik zei, als dieren dat zouden gaan doen, dan heet ik ze welkom, zeg maar, in de wereld. Dus dan zullen ze ongetwijfeld. Maar dat is maar een mogelijke weg, zo is het bij de mens gegaan. Maar in principe zeg maar, zouden ook andere organismen en dergelijke evolutionaire. Maar ja, waarom het niet is gebeurd, daar kan ik natuurlijk ook geen antwoord op geven. Het is op de mens is dat op een gegeven moment overkomen. Op een gegeven moment is dat is die gaan doen en dat is die waarschijnlijk niet bewust gaan doen, maar dat heeft zeg maar, langzaam maar zeker dat bewustzijn opgeleverd. Onze multifunctionele poten, we zijn rechtop gaan staan. Waarom dat bij ons is geslaagd, dat weet ik niet. Daar zijn we natuurlijk niet bij geweest. Dat blijven voor grote speculaties. Er zijn natuurlijk wel veel archeologische vondsten, et cetera, en we kunnen heel veel reconstrueren. En we kunnen koppelingen maken, zeg maar, tussen enerzijds onze biologische ontwikkeling, morfologisch, anatomisch, psychologisch, en de ontwikkeling van de techniek. Daar zie je een parallelie in. Die is wel aantoonbaar. Maar waarom dat is gebeurd?
Samenwerking, natuurlijk. Ja. Ben ik het een woord, samenwerking zo belangrijk. Is dat antwoord op uw vraag? Ja, dat is een heel ingewikkelde zaak. Ik vroeg me af of die toepassing van de techniek niet voornamelijk zit, of het voordeel ervan in de enorme tijdwinst die dat opgeleverd heeft. Want dieren, met name de natuur, zijn gewoon 24 uur per dag bezig in hun levensonderhoud voorzien. Voor mensen die techniek toepassen is dat gewoon niet meer nodig. En die tijdwinst zou kunnen leiden tot verveling en vervolgens tot nadenken. Vandaar vraag ik me af waarom de paarden nog steeds niet nadenken. Omdat die 24 uur per dag moeten werken. Die wij staan niet. Die hebben nee, die wij staan inderdaad niet. Nee, dat klopt. Ja, dat is een hele goede vraag. Tijd winnen. Dat klopt. Maar wat de techniek ons mogelijk heeft gemaakt is, en dat heb ik ook in mijn lezing gezegd, dat wat dieren niet kunnen, is kunnen profiteren, zeg maar, van de ervaringen van hun mede-soortgenoten. Dieren hebben wel een geheugen, maar dat is het genetische geheugen. En dat wordt alleen maar via de geslachtsdaad overgedragen. En al datgene wat een dier zichzelf aanleert, we hebben imitatie, et cetera. En dat is ook een vorm, zeg maar, van overdracht van ervaring. Maar bij mensen gaat dat via de techniek. Dus wij kunnen profiteren, zeg maar, van individuele ervaringen. En dus van unieke, contingente ervaringen van onze soortgenoten. En dat heeft een enorme versnelling opgeleverd in de evolutie. Dat klopt. In dat kan op een andere wijze gebeuren met dieren dragen. Dat je zegt genetisch over. Ja. Maar daar zie je dus wel dat bepaalde zaken overgedragen worden. Ja, ze worden overgedragen, maar dat gaat. Er is imitatie. Ja, maar het grootste gedeelte is toch aangeboren. Maar die apen die in Japan leerden aardappels te wassen in zout water. Ja, dat ken ik. Dat is een lekkere smaak. Dat is toch niet aangeboren. Dat is iemand een ontdekking. Dat is imitatie. Dat is imitatie. De eerste geeft het lekker toe. Dat klopt. Er is een soort mythisch eerste moment geweest waarop de eerste aap dat. En dat veronderstelt een zekere mate van intelligentie. Dat klopt. Maar wat uniek is voor de mens, en ik probeer ook een brug te slaan tussen mensen en dieren. Ik zeg niet alleen mensen kunnen dit. Er zijn waarschijnlijk ook dieren die mogelijkerwijs een dergelijk soort evolutionair pad kunnen inslaan. Ja, wat mij ook opviel in jouw lezing is de terminologie die gebruikt wordt. En die heel erg vanuit de menselijke suprematie is gedacht. Armoede. En ik zou zeggen beperking, of een concentratie, of een keuze. En dat er drie trieben zijn, drie driften. Ja, ik hoor ook wel eens dat mensen gaan voor seks, drugs en rock'n'roll. En dat is ook een beperking, een wel bewust gekozen beperking. En tegenwoordig lijkt het alsof het enige driftleven nog in de smartphone zit. Dus het is ook een kwestie van waarneming en hoe je die terminologie gebruikt. En ik denk met de wetenschappelijke inzichten van de biologie met name, dat er ook zoveel nieuwe inzichten, en zoals meneer van die aardappels in zout water, dat wist ik niet. Maar ik geloof dat er tegenwoordig heel veel van dat soort dingen zijn waargenomen. Dat dieren op hun manier, in hun biotoop, tot heel veel meer in staat zijn dan wij ooit eerder hebben gezien. Ja, dat ontken ik niet. Ik heb ook aangegeven dat die rijkdom, of die armoede, het woord dat Heidegger gebruikt, dat gebruikt hij wel heel erg voorzichtig. Die armoede, hij zegt herhaaldelijk in zijn college, nee, dieren kunnen waarschijnlijk veel meer zien, veel meer waarnemen, zijn ontvangen voor allerlei verschillende stimuli die wij niet waarnemen. Maar dat ene ding waar het bij Heidegger om gaat, is dat zijnsverstaan, dat hebben dieren niet. En dat is een soort kwalitatieve sprong, zou je kunnen zeggen, die gemaakt wordt. Bij Heidegger is het echt een kwalitatieve sprong in de zin dat hij een afgrond poneert tussen mens en dier. Maar wat ik wilde laten zien is dat je misschien toch een soort evolutionair traject zou kunnen bedenken, waardoor je die afgrond zou kunnen overbruggen. En dat zou dan via de techniek een rol hebben gespeeld, zeg maar. Het zou via de techniek zijn gegaan. Dus ik denk niet dat er menselijke suprematie in zit.
Tenminste, niet, dat is niet Heideggers bedoeling, zeg maar. Er zit wel iets uitzonderlijks in van de mens. Maar het is niet dat de mens superieur is aan het dier. Die bewering wordt zeker niet gemaakt. Een laatste vraag. En dan zou ik graag zeggen, ik heb u daar achterin niet voor. Ja, nee. Ja, ik kan de ontwikkeling van de techniek en de evolutie van de techniek en de mens kan ik volgen. Maar op het moment dat die zijnsvraag, de zin van het leven wordt gesteld, is dat niet alleen een taalkundig probleem en niet een technisch probleem. Dus het is niet de taal die ons daar gewoon voor die vraag stelt. Ja, de taal en techniek die probeer ik altijd samen te denken. Ik weet dat in de filosofie daar vaak een radicaal verschil tussen wordt gemaakt. Maar ik zou er wel voor willen pleiten om zelfs de taal als een vorm van techniek op te vatten. Of in ieder geval, taal en techniek zijn twee dingen die zich ook tegelijkertijd hebben ontwikkeld. Een wezen dat niet technisch is, heeft ook geen taal nodig. Dus taal en techniek, die zijn... Taal gaat over onze techniek, hoe we ons technisch tot de werkelijkheid verhouden. En dat die zin, die vraag naar de zin, dat die alleen maar via en door de taal gearticuleerd kan worden, daar ben ik het met u eens. En maar ook daarin speelt techniek een rol. Denk bijvoorbeeld aan de schrifttechniek die een heel andere religie heeft mogelijk gemaakt. Een heel andere vorm van vragen naar het goddelijke en zich verhouden tot het goddelijke, et cetera. Dus ook daar speelt techniek concreet een belangrijke rol. Maar taal heb ik helemaal niet genoemd. Heel belangrijk, zeker voor Heidegger, maar je kunt het niet over alles hebben natuurlijk. Misschien wil ik tot slot nog een vraag aan jullie allebei stellen waar die taal toch een rol speelt. Want dat heeft u misschien verward met de titel van de lezing vanavond, of vanmiddag, sorry, zou zijn ontroerende mechanieken. We hebben namelijk een gesprek gehad over wat je hier zou komen vertellen. En toen kwam Rutger Kopland ter sprake, een dichter, die het had over poëzie als een mechaniek dat ons tot ontroering kon brengen. En dat is in jouw lezing uiteindelijk helemaal niet teruggekomen. Dus tot slot, om dan de titel ook nog wat te vergoedelijken. Poëzie kan dus ontroeren. Deze technieken kunnen ook ontroeren. En jullie allebei eigenlijk de vraag, waarom ontroeren ze? Of is het geen ontroering wat mensen voelen als ze hier rondlopen op de expositie? Is het een andere emotie? Nou ja, ik kan, tenminste, ik word nog steeds ontroerd door sommige beelden. En dat is natuurlijk een breed begrip. Maar wat mij bijvoorbeeld erg fascineert, dat is de haas die in de kopermijnen is gevangen. En die een soort bandage heeft van koper. En hij mummelt nog en hij wil communiceren. Maar hij is opgesloten in het systeem van die koperwinning. En die is eigenlijk gevangene geworden in zijn eigen ecosysteem. En dat is natuurlijk toch wel, die machteloosheid en die woordloosheid van die haas is aangrijpend. En iets verderop in die zaal staat een muisje te bewegen op een ronddraaiend plateau vol met vruchten die hij niet kan bereiken. En ja, dat is aandoenlijk en op een dusdanige uitzichtloosheid dat het ook wel ontroerend is. En als je het over de factor taal, dan zou ik in herinneringen willen brengen die het beeld The Good, The Bad and The Ugly. En dat zijn, dat is natuurlijk een verwijzing naar de film die we allemaal kennen. Maar tegelijkertijd hoor je heel veel imposante taalgebruik, imponerende taalgebruik, zoals dat in die westerns voorkomt, met het Dolby Surround geluid. En van de andere kant is geen enkele echte communicatie, want er gebeurt niks. Maar ik was bijzonder verbaasd door de opmerking tijdens een van onze rondgangen, dat Christian Zwaneke zei dat de middelste figuur was Yul Brynner. En ik ken die nog wel uit de films. Een doorgebruinde, kale, stoere cowboyheld. Dus ja, in al zijn beelden ligt toch wel een persoonlijke invulling en beleving. En als je daar bereid bent om daarin mee te gaan, en kijk maar naar dat konijntje Fuck Duracell, dat is... wat zou je willen zijn? Dat konijntje of de roofvogel? En dat zijn toch wel interacties die heel aangrijpend zijn. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat deze kunstwerken ontroeren, mij wel althans.
op allerlei verschillende manieren. Maar jij sprak net over Rutger Kopland, de dichter, de Nederlandse dichter. Die gebruikt inderdaad op een gegeven moment de term ten opzichte van zijn eigen poëzie, of poëzie in zijn algemeenheid. En dat zijn mechanieken van ontroering. Dus hij gebruikt de term mechaniek voor poëzie. Dat is heel merkwaardig, maar poëzie is natuurlijk een soort techniek, zou je kunnen zeggen. En het is natuurlijk ontzettend wonderlijk, wonderbaarlijk, dat wij door lettertjes, zwarte tekentjes op papier, schrifttechniek, ontroerd kunnen worden. We lezen die tekentjes en er ontspringen tranen, bij wijze van spreken, of er gebeurt iets heel anders. Maar ook dat is een techniek, zou je kunnen zeggen, een schrifttechniek. Maar dat de beelden van Christiaan Zwanek, om daar weer op terug te komen ontroeren, dat ben ik het heel met je eens. Maar dat komt ook omdat het niet louter technieken zijn, maar het is kunst. Het zijn beelden, zeg maar. Het is ook omdat we ons erin herkennen. Als ik hoor over zo'n konijntje dat er niet komt, zo voelen we onszelf ook wel eens, denk ik. Dat je heel hard je best doet, maar het lukt allemaal niet. Dat je misschien ook daarin verplaatst. Dat parmante roze konijntje. Dat vol verwachting en maar blijft trommelen, 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 trommelen. Ja, dat vond ik een heel mooi, dat vond ik een ontroerend beeld. Maar meer een aandoenlijk beeld, ontwapenend beeld. Die haas is veel ontroerender. En sommige beelden zijn ook tragisch. Denk aan die, dat is wel geen dier, maar die gevallen engel bijvoorbeeld. Die net gevallen is en probeert zeg maar te lopen of op te staan. En zo zijn er wel meer beelden. Maar ja, dat is ontroerend, dat is zonder meer zo. Ja. Ik denk dat we ze moeten gaan zien als hij dat niet gedaan heeft. Dus hartelijk dank aan onze sprekers, Frank van der Spoor, Pieter Lemmens.